Ik heet u allen hartelijk welkom bij ons eerste webinar gaan houden. En we gaan het dus ook in die zin testen. Over stikstof in het, en het oppervlaktewater. En Gerben van Geest is daarvoor aangeschoven en hij zal u straks door de materie heen leiden. Ik wil allereerst beginnen. Om u enkele huisregels toe te lichten. Als u vragen hebt met betrekking tot de presentatie van Gerben, dan kunt u die kwijt in de Q&A. Dus u bent gewend waarschijnlijk om de chat te benutten, maar de vragen die u hebt voor Gerben, die mogen in de Q&A gezet worden. De chat wordt voor andere doeleinden gebruikt, voor vragen op verzoek. De presentatie wordt opgenomen van Gerben. De discussie en de vragen en de antwoorden nadien niet meer. Dus voel u vrij om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken. De Community of Practice Beken en Rivieren die wil graag deze webinars benutten voor het actief uitwisselen van kennis. Naast de gewone seminars en bijeenkomsten die we al hebben. En die we vanwege de corona ook nu al een keer digitaal gedaan hebben. Dat ging over de Beekdal-landschappen in juni. We proberen een uur kort en krachtig te benutten. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden voor mensen om deel te nemen. Vandaar dat we ook een beetje gekozen hebben voor een donderdag namiddag tussen 4 en 5. Als een soort van afsluiting van de dag. En we gaan dit ook evalueren en kijken of dit... Of dit zo werkt. En op zich is het altijd wel leuk om te weten wat voor vlees dat we ongeveer in de kuip hebben. En ik kijk even naar Michelle of ze daarvoor een poll gereed kan maken. Zou je de poll voor kunnen zetten? Als het goed is, ziet u een poll in uw scherm met twee hele simpele vragen. Bij welke organisatie werkt u en wat is uw functie al daar? Zodat we een klein beetje zien of dat, hoe breed de scope is die we in huis hebben. Ik zie dat mijn functie er niet eens bij staat, dus ik klik dan netjes op anders. En als u op submit drukt, dan kan Michelle dadelijk... de balans opmaken. Dus ik geef u even de gelegenheid om na te denken over uw eigen organisatie en uw eigen functie. Het gaat om uw huidige organisatie en uw huidige functie. Dus niet de gewenste, maar de huidige. Ik kijk even naar Michelle. Is er al een respons binnen? Kijk. Het waterschapsgehalte is vrij hoog, zie ik. Maar we hebben... toch wel mensen van verschillende pluimage. En ook de adviseurs die zijn in de meerderheid, zie ik, met 36%. Maar ook daar hebben we een leuke spreiding over in een ander. We hebben heel weinig beheerders, zie ik, binnen. Dus dat kan gaan om mensen die daadwerkelijk met waterbeheer bezig zijn. Dus dan gaan we kijken of we dat de volgende keer kunnen verbeteren. Dankjewel, Michelle. Dan ga ik naar de hoofdschotel van vandaag, Gerben. Daar ben jij. Hartelijk dank. Ja, ik zie dat je al aan de waterkant genesteld bent. Ik geef jou graag het woord. En je mag jezelf ook even voorstellen voor de goede gemeente. Prima. Hartelijk dank. Welkom. Hartelijk dank voor deze uitnodiging om hier een presentatie te kunnen geven over de rol van stikstof voor de Nederlandse oppervlaktewateren. Nou, mijn naam is dus Gerben Geest. Ik werk bij Deltares. En daarnaast werk ik ook bij de Radboud Universiteit, waar ik een rol speel bij het project Waterplanten en Waterkwaliteit. Ja, mijn werkveld is eigenlijk aquatische ecologie. Ja, en vanuit die rol, ik ga dus een presentatie geven over de rol van stikstof dus voor Nederlandse oppervlaktewateren. Dit is eigenlijk voortgekomen vanuit een vraag vanuit de STOA. Het wordt uitgevoerd in het kader van een kennisimpulsproject voor waterkwaliteit. En dat is het kennisimpulsproject ecologie.
Nou, dus natuurlijk afgelopen jaar is er veel te doen geweest om stikstof. Dat ging eigenlijk allemaal over drogen en over atmosferische depositie van stikstof. Nou, en vanuit STOA kwam de vraag van, ja, maar wat is nu eigenlijk de rol van stikstof in de Nederlandse oppervlaktewater? Omdat dat eigenlijk, nou ja, vooralsnog zeg maar veel minder aandacht krijgt. Zal ik eerst zeggen, ik ben nu degene die het presenteert. Ik zou eerst misschien even het team voorstellen. Met een aantal mensen hebben we hier aan gewerkt. Dat is onder meer de Piet Verdonschot vanuit Wageningen en ook de UvA. Peter Schipper, ook vanuit Wageningen. Annelies van Aert vanuit de Radboud Universiteit. Jan Roelofs, vroeger vanuit de Radboud Universiteit en BWare, inmiddels met pensioen. En Hilde Thomas vanuit BWare. Nou, als start heb ik eigenlijk ook nog een aantal vragen van de poll. Kan die gestart worden? Willen jullie deze vragen invullen? En de eerste vraag gaat er eigenlijk dan met name op. Nou, van de oorsprong is eigenlijk voor heel veel aandacht inderdaad voor fosfaat geweest voor oppervlaktewateren. En natuurlijk zullen maatregelen die ook ter reductie van fosfaat zijn, zullen die ook hun bijdrage kunnen leveren, zeg maar, voor de vermindering van de stikstoflast. Maar waar ik eigenlijk vooral in geïnteresseerd ben, van kennen jullie eigenlijk ook, of kennen jullie dat er in waterlichamen maatregelen worden uitgevoerd die echt specifiek gericht zijn op de reductie van stikstof? Dus niet dat het meelift met de maatregelen van fosfaat, maar dat er echt maatregelen worden genomen die specifiek gericht zijn op bijvoorbeeld een bepaalde reductie van stikstof. Dat is eigenlijk dan de eerste vraag. En de tweede en derde zijn, er zijn een aantal normen of GEP-doelstellingen eigenlijk voor stikstof in wateren. En hoe goed vinden jullie die onderbouwd? Zeggen jullie van nou, eigenlijk kunnen we er goed mee uit de voeten? Of daar zijn toch nog wel wat kennislacunes? En die vraag is los eigenlijk voor de stromende wateren en voor de stilstaande wateren. Dus graag jullie antwoord. Ja, Gerben, dan moeten we even wachten op het denkwerk van de aanwezigen. Nee, prima. Ik zag al dat best veel. Voor de volgende keer moeten we een wat rustgevend muziekje, zeg maar. dat mensen het rustig kunnen invullen. Dat we weet ik het, Bach of zo gebruiken voor dit soort doeleinden. Michelle, ik denk dat inmiddels een groot deel. Ja, Gerben. Oké. Okay. Nou, dit geeft inderdaad een mooi overzicht. Als eerste zie je eigenlijk inderdaad het beeld dat klopt, dat er vooral eigenlijk aandacht is voor fosfaat en veel minder voor stikstof. Dat het inderdaad klopt, dat het driekwart van de gevallen, dan geven mensen aan dat ze dan geen maatregelen kennen die specifiek gericht zijn op de reductie van stikstof. En dan de onderbouwing van de normen. Nou, daar wordt eigenlijk ook door een meerderheid van de mensen wordt aangegeven van dat ze eigenlijk nog niet zo goed zicht hebben op hoe goed die normen zijn onderbouwd. Ik zie nu de resultaten voor de stromende water. Misschien kan ik dat zelf doen. Even kijken hoor. Ja. Oh, nou, hetzelfde geldt eigenlijk ook net zo goed voor stilstaande wateren. Betekent dus wel dat inderdaad dus wel misschien doelstellingen worden nagestreefd, maar het eigenlijk nog onduidelijk is hoe goed de onderbouwing daarvan is. Nou, ik hoop in ieder geval, zeg maar, dat we zeg maar, een aantal van deze vragen die jullie hebben over de onderbouwing en ook over welke maatregelen dan nodig zijn, dat we daar antwoord op kunnen geven, zeg maar, in deze presentatie. Dus hartelijk dank. Even kijken, nou wil die niet doorgaan. Oh, dat gaat zo. Nou, dit is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar is er heel veel te doen geweest om stikstof. Dat komt natuurlijk omdat de Raad van State eigenlijk de uitspraak heeft gedaan dat ze niet eens waren met de werkwijze rondom de PAS, de programmatische aanpak stikstof. Dat betekent eigenlijk dat de huidige stikstofbelasting is voor veel verschillende Natura 2000 habitattypen, want daar gaat het dan met name om, is die echt duidelijk veel te hoog. En eigenlijk werd zeg maar, met de PAS werd een soort voorschot genomen van, nou we denken dat we gaan deze maatregelen uitvoeren en we verwachten dit effect van die maatregelen en om die reden kunnen we deze activiteit kunnen we al uitvoeren. Bijvoorbeeld huizenbouw of de aanleg van wegen.
Nou, dat eigenlijk dat vooruitlopen op het effect van maatregelen die je nu gaat nemen, op het effect van die maatregelen, dat mag niet, heeft de Raad van State geoordeeld. En dat betekent eigenlijk dat vanaf dat ogenblik plotseling heel veel projecten niet meer konden doorgaan. Dus van het bouwen, van de aanleg van wegen. Vervolgens zagen natuurlijk ook de boeren, die zagen zich geconfronteerd in de toekomst met allerlei maatregelen voor, zeg maar, ja, dat hun veestapel moest inkrimpen met alle protesten van dien. Nou ja, heel veel maatschappelijke onrust. En dat gaat dan in feite, ook kijk je waar het over gaat, dan gaat het vooral eigenlijk over de atmosferische depositie. Dus de depositie van stikstof via de lucht, vooral voor de droge natuur. En ja, in de discussies ging het natuurlijk ook heel sterk over van, nou ja, welke sector is nou eigenlijk verantwoordelijk voor welk aandeel binnen die atmosferische depositie? Want daar gaat natuurlijk ook de pijn zitten van de maatregelen. Dat de sector die het grootste aandeel daarin heeft, die zal ook het meest geconfronteerd worden ja, met de sterkste maatregelen. Dus ja, daar ging eigenlijk, het ging eigenlijk vooral over, dus over de atmosferische depositie. En eigenlijk van wie heeft nou welk aandeel binnen deze atmosferische depositie. Nou, kijk je dan naar het oppervlaktewater, dan is het natuurlijk, nou, er is van oudsher heel veel aandacht natuurlijk voor de rol van fosfaat. En dat is vanuit de algemene gedachte dat in de zoete wateren vooral fosfaat het limiterende element is voor de algengroei. En dat we weer dus ecologische stijl dus krijgen, dat je vooral aandacht moet geven aan de vermindering van de fosfaatbelasting van de Nederlandse oppervlaktewateren. Nou, dat is natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar of vanaf 1970 is daar heel veel aandacht voor geweest. Dat heeft ook inderdaad echt geleid tot een aanzienlijke verbetering van de Nederlandse oppervlaktewaterkwaliteit. Maar goed, dan is nog steeds de vraag van, hey, welke rol speelt nu stikstof? Want je kan eigenlijk ook wel aanvoelen, bedoel, atmosferische depositie, dat is natuurlijk maar één van de bronnen van stikstof voor oppervlaktewateren. En ja, je voelt eigenlijk al van tevoren aan dat het vanuit andere bronnen voelt, af- en uitspoeling vanuit de landbouw, aanvoer via grondwater, maar misschien ook afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat zijn natuurlijk ook allemaal bronnen van stikstof. Dus atmosferische depositie, dat is misschien maar één van de mogelijke. Dus misschien is de belasting eigenlijk voor van het Nederlandse water van stikstof is wel veel hoger dan nu met de atmosferische depositie voor de droge natuur. Dus nou, dat is eigenlijk iets waar we in deze presentatie duidelijk aandacht aan geven. Welk aandeel hebben verschillende bronnen dus voor de stikstofbelasting van de Nederlandse wateren. Dan inderdaad, je hebt inderdaad ecologische effecten van stikstof. Nou, dat kan eutrofiëring zijn, maar dat zijn ook andere routes waarop stikstof invloed kan hebben. Daar gaan we verder op in. Nou, vervolgens kunnen we eigenlijk nu redelijkerwijs al drempelwaarden afleiden voor wanneer je ecologische effecten krijgt van stikstof. En hoe verhouden deze drempelwaarden zich tegen de gemeten concentraties nu van stikstof in Nederland? En hoe verhoudt dat zich bijvoorbeeld ook voor de doelstellingen, bijvoorbeeld voor de KW die er nu zijn, die er nu worden gesteld aan stikstof? Dat is, zeg maar, grofweg de opbouw van deze presentatie. Nou, vorige week, om nog even terug te halen, je hebt ook nog, zeg maar, de EU-nitraatrichtlijn. Om die reden monitoren ze ook de concentraties van nitraat in het Nederlandse oppervlaktewater. De duidelijke doelstelling is om dat ook te reduceren. En wat vorige week eigenlijk in het nieuws kwam, is dat, nou, zoals je ziet, zie je ook dat nitraatbelasting ook de afgelopen, nou ja, pakweg 30 jaar inderdaad vanaf 1990 ook duidelijk is afgenomen. Maar dat je in feite ook ziet dat het de laatste jaren, dat het duidelijk stagneert, dat het ongeveer blijft hangen. En dat je ook ziet dat met name eigenlijk de laatste paar jaar, dat het misschien ook wel weer licht toeneemt. Dus in die zin is ook aandacht voor stikstof, is ook om die reden, zeg maar, ja, heeft dat inderdaad duidelijk prioriteit. De stikstofbelasting van oppervlaktewater. Nou, er zijn natuurlijk verschillende bronnen. Zoals ik zei, atmosferische depositie, dat is er eentje van. Maar je hebt ook natuurlijk de uit- en afspoeling vanuit de landbouw, van het uitrijden van mest. En dat kan direct afspoelen vanuit weiland, zeg maar, de sloten of de meren of beken in. Maar dat kan ook uiteindelijk naar het grondwater toe gaan en op die manier indirect eigenlijk in het oppervlaktewater komen. En daarna heb je nog als andere bron heb je, de afvalwaterzuivering of andere vormen van directe lozingen op het oppervlaktewater.
Nou, laten we nu zeg maar resultaten zien van een bronanalyse. Nou, bronanalyse, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je kan bijvoorbeeld zien dat dit dan het stroomgebied is van een beek of van een polder. En aan de ene kant wordt dan bijvoorbeeld water ingelaten. Nou, dat is dan een punt zeg maar, waar stikstof mee kan worden aangevoerd. Vervolgens stroomt het door het stroomgebied, door het catchment heen. Nou, dan kan er allerlei verschillende bronnen, die ik eigenlijk in de voorgaande slide liet zien, die kan dan input leveren aan stikstof in dat water. Vanuit de landbouw, van glastuinbouw, maar ook vanuit de atmosfeer, afvalwaterzuiveringen. En uiteindelijk stroomt het dan weer door, zeg maar, naar stroomafwaarts gelegen gebieden. En nou ja, dan is eigenlijk de vraag bij een bronnenanalyse van, nou ja, wat is nou het aandeel van die verschillende bronnen, zoals die ook hier staan, voor de stikstofbelasting. Nou, dan is het, want je ziet hier dat er water wordt aangevoerd en water wordt afgevoerd. En dan komt het begrip afwenteling, komt dan ook om de hoek kijken. Afwenteling betekent eigenlijk het benedenstrooms exporteren van nutriënten, in dit geval stikstof. En hoe is daar nou met zo'n bronnenanalyse, is daar mee omgegaan? Nou, je ziet bijvoorbeeld, daar rechts zie je een taartdiagram van het kanaal van Voorne als voorbeeld. En dan zie je bijvoorbeeld dat 83% dat het afkomstig is uit afwatering. Dus dat is dan zeg maar vanaf bovenstrooms. En die 83% die is dan in die rechterdiagram, zag men dan weer uitgesplitst in verschillende bronnen. Dus op die manier kan je eigenlijk bij zo'n bronanalyse, kun je toch nog steeds zeg maar de individuele bronnen waar het van oorsprong bovenstrooms vandaan kwam, kun je op die manier achterhalen. En op die manier is dus ook die bronnenanalyse uitgevoerd. Dat je, op die manier, ja, je krijgt op die manier dus inzicht in het aandeel van de verschillende bronnen voor de uiteindelijke stikstofbelasting van de Nederlandse oppervlaktewater. In het stroomgebied waar je onderzoek uitvoert. Nou, er zijn verschillende analyses uitgevoerd. Zowel op landelijk niveau, op regionaal niveau. Dus regio's binnen Nederland, bijvoorbeeld van waterschappen. Als ook echt op het niveau van de waterlichamen. En als we nu starten inderdaad met het landelijk niveau, dan zie je hier een taartdiagram en er staan in de legenda zie je dan verschillende bronnen staan. En dan zie je dat, nou, landelijk komt ongeveer 2/3 van de stikstofbelasting van de Nederlandse oppervlaktewateren, die komt vanuit de landbouw. En dan zie je eigenlijk in dit taartdiagram dat 59% zeg maar via uit- en afspoeling via het landelijk gebied komen. Dat zijn de resultaten van de nationale analyse waterkwaliteit. Dus echt 2/3, is echt een groot deel, die komt vanuit de landbouw. En atmosferische depositie, wat natuurlijk ook een klein aandeel, of dat wat natuurlijk ook voor een deel wordt gestuurd vanuit de landbouw, dat heeft er ook, maar dat heeft een veel kleinere bijdrage ten opzichte van alle andere bronnen. En landelijk gezien zie je dat de afvalwaterzuiveringen ongeveer 20% voor hun rekening nemen. Nou, dat zijn de resultaten van de landelijke analyses. Nu zijn door Werner zijn ook allerlei regionale analyses zijn ook uitgevoerd. En eigenlijk ondersteunen die regionale analyses, die ondersteunen dit beeld. Dus dat is op kleine schaalniveau is dat. Voor delen van Nederland. Nou, wat je in deze tabel ziet, dan zie je op deze as hier. Hier zie je dan verschillende delen van Nederland. En het gaat enkel eigenlijk om dit regeltje. Je ziet hier eigenlijk de percentages van het aandeel van landbouw. Nou, als je dit uitmiddelt, dan kom je ongeveer weer op 2/3 uit. Maar wat je ook ziet, is dat het heel sterk varieert van regio tot regio wat het aandeel is. Dus dat betekent eigenlijk dus op meer regionaal niveau dat je grote verschillen hebt in het aandeel van de landbouw in de stikstofbelasting van de wateren daar. En dat varieert hier van iets in de 40% tot boven de 80%, tot 86%. Dus dat is echt fors. Als je dan nog weer een stapje lager gaat, en dat is dus eigenlijk dus op waterlichaamniveau, en dat is ook een niveau wat natuurlijk voor maatregelen relevant is. Dan heb ik hier gewoon even voor twee verschillende waterlichamen, is de taartdiagram weergegeven. En wat je eigenlijk ziet, het gaat gewoon even om het algemene beeld, dat het ook op waterlichaamniveau eigenlijk nog sterker kan variëren, wat het aandeel is, zeg maar, van die verschillende bronnen die ik net opnoemde, die hier staan genoemd in deze legenda. Voor de belasting van de oppervlaktewater met stikstof. En juist dit is eigenlijk heel, heel relevant, ook voor de maatregelen, omdat je dus eigenlijk hieruit lijkt dat je eigenlijk maatwerk moet leveren. Dus je moet
als je maatregelen hebt, moet je dat echt op waterlichaamniveau moet je dat formuleren, omdat je op die manier ook het meest efficiënt tot reductie van stikstof kan komen. Nou, dat wat betreft even zeg maar voor de bronnenanalyse. Dan ga ik nu verder door op de ecologische effecten van stikstof. Als eerste is natuurlijk, en dat zullen de meeste mensen het uiteraard kennen, is het eutrofierende effect van stikstof. Wat je hier ziet, het zijn eigenlijk al vrij oude curves. Op de x-as staat de concentratie van totaal stikstof. En op de y-as staat dan de chlorofielwaarde als maatstaf voor de biomassa van algen. En wat je eigenlijk ziet, is dat naarmate je concentratie van totaal stikstof in je waterkolom groter wordt, zie je ook een duidelijke toename van je chlorofielwaarde. En natuurlijk moet dan fosfaat niet limiterend zijn voor algengroei. Nou, je ziet ook twee verschillende kleurtjes. Die doet voor deze presentatie doen er niet toe. En wat je ook ziet is dat je een heleboel punten hebt die nog onder die maximale lijn ligt, zoals ik die nu heb aangegeven. En dat kan bijvoorbeeld komen doordat nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat bijvoorbeeld watervlooien, dafnia's, dat die heel sterk grazen. Dus dan heb je wel hoge concentraties aan stikstof, maar dan wordt op zich de algenbiomassa, die wordt dan nog laag gehouden door de graas van die watervlooien. Een andere reden zou kunnen zijn bijvoorbeeld dat er heel veel sliptroebeling is in meren. En is het water al zo troebel door slip, dat de algen er eigenlijk bijvoorbeeld nog maar lage biomassa kunnen halen. Ondanks dat er wel voldoende totaal stikstof in het water aanwezig is voor de groei van die algen. Dus dat is het eerste effect eigenlijk, vooral het eutrofierende effect. En met name dan eigenlijk op de algenbiomassa en daarmee op de kans op troebel water. Tweede punt eigenlijk, wat een rol speelt, is de vorm van de stikstof. In het voorgaand plaatje liet ik het totaal stikstof zien, maar in feite zit het opgeloste stikstof in het water, het anorganische, is in twee fracties. Dat is eigenlijk de gereduceerde vorm, dat is ammonium, dat is NFI+. En je hebt de geoxideerde vorm, dat is nitraat, het NO3-. En met name eigenlijk voor het ammonium, daar zijn een aantal soorten zijn er erg gevoelig. Met name krabbenschip bijvoorbeeld, daar speelt die ammoniumtoxiciteit al snel een duidelijke rol. En die soort kan eigenlijk gewoon enkel maar voorkomen bij ammoniumconcentraties van minder dan 20 micromol per liter. En als het hoger is, dan is het toxisch voor die soort en kan die dan niet voorkomen. Dus behalve zeg maar, het totaalgehalte is ook de vorm zeg maar, waarin de stikstof aanwezig is, is van belang voor je soortensamenstelling van je waterlichaam. Derde is, dat is het toxische effect van ammoniak. Je hebt bijvoorbeeld het ammonium, dat is NH4+. Maar bij hoge pH wordt het NH4+, dat wordt dan omgezet in NH3. En dat is een evenwicht. En naarmate de pH, eigenlijk is die, dat evenwicht waar het ligt, zeg maar, of het meer aan de NH4+ kant ligt, of meer aan de NH3 zijde, dat is eigenlijk van twee factoren afhankelijk. Eén, en dat is eigenlijk de meest dominante factor, dat is de pH. Dus wat je eigenlijk ziet is dat bij hele hoge pH, en dat is echt een pH van hoger dan 8 à 9, zeg maar, dan wordt een groot deel van het aanwezige NFI+, wordt dan omgezet in NH3. Dat is gewoon een chemisch evenwicht. En wat je eigenlijk hebt, als je dus al vrij uitroof water hebt, dan kan je daar ook wel veel algen of veel waterplanten kunnen daarin in zitten. Die algen en waterplanten die nemen VCO2 of HCO3- op uit de waterkolom. Dus die hebben dat koolstof hebben ze nodig voor de fotosynthese. En daardoor kan de pH van het water juist eigenlijk sterk stijgen. En die kan dan ook boven een 9 of soms wel 10 uitkomen. En in dat geval kan juist in hypertrofe condities, hele voedselrijke condities, kan een aanzienlijk deel van dat ammonium kan in ammoniak worden omgezet. En ja, dat is heel sterk toxisch voor heel veel planten en diersoorten. Dat treedt vooral eigenlijk op in die zuurstofloze bodemlaag, omdat daar eigenlijk ook veel ammonium aanwezig is. En nou, dat is niet alleen giftig voor waterplanten, maar ook voor heel veel bodemdieren. Nou, en dat kan dus ook een duidelijke rol spelen inderdaad voor je soortsamenstelling binnen je waterlichaam. Nou, STOA die heeft afgelopen jaar hebben ze een uitgebreide studie laten uitvoeren naar de rol van ammoniak eigenlijk in de Nederlandse oppervlaktewateren. Nou, ik sprak Bas van der Wal hier
vandaag nog over. En het blijkt dat ongeveer in 10% van de wateren, dus dat is best veel, dat ammoniaktoxiciteit een duidelijke rol speelt. Dus ook een duidelijke invloed heeft op de soortsamenstelling en dus ook op welke ecologische doel je kan halen. Dat rapport dat verschijnt begin volgend jaar. En dan komt dat aspect komt daar duidelijk meer aan de orde. En ik geloof dat op 10 februari er ook een conferentie wordt georganiseerd over dit onderwerp. Dan hebben we het nu eigenlijk vooral over een aantal indirecte effecten, of nee, over een aantal directe effecten gehad van stikstof op de soortsamenstelling. Dan wil ik doorgaan met een aantal indirecte effecten. Wat je eigenlijk al zag bij de bronnenanalyse, is dat het aandeel van uitspoeling, en dan eigenlijk ook, en dat uitspoeling is dan dat bijvoorbeeld mest op het land wordt uitgereden, en dat het dan naar het grondwater wegzakt, het stikstof, aanwezige stikstof in die mest, en dat het dan uiteindelijk via het grondwater weer via kwel naar het oppervlaktewater toekomt. Dus dat heeft een heel groot aandeel. Dat was bijna iets van 60% van het stikstof wat in de waterkolom komt, in het oppervlaktewater komt, dat gaat via uit- en afspoeling. Nou, nitraat is een vrij mobiele stof. Dat is een duidelijk verschil met fosfaat. Fosfaat hecht heel sterk aan bodemdeeltjes, maar nitraat dat beweegt zich behoorlijk makkelijk in de bodemfase. En ook dus met het grondwater mee. En daarnaast is nitraat ook best wel reactief. Wat betekent dat het makkelijk verbindt met andere verbindingen tijdens dat grondwatertransport. Of ook in de waterbodem zelf. En de ecologische effecten, dan de indirecte effecten, zijn dus mede afhankelijk van deze chemische omzettingen. En een van deze omzettingen is denitrificatie. Wat is denitrificatie? Dat betekent eigenlijk dat het aanwezige nitraat via een aantal stappen wordt omgezet in stikstofgas. En dat treedt alleen op, zeg maar, onder zuurstofloze condities. En op die manier kan echt een fors aandeel van het aanwezige nitraat, kan onder zuurstofloze condities, kan het worden omgezet in stikstofgas. 80% van de lucht bestaat al uit stikstofgas. En om die reden wordt vaak denitrificatie zegt van nou, dan op die manier raak je ook gewoon veel stikstof kwijt. En zou je dus ook, zeg maar, een positief waardeoordeel kunnen hebben inderdaad over denitrificatie, over de rol daarvan. Maar, en dat is wat minder bekend, er zit ook een keerzijde aan. Dat is een enigste van eigenlijk dat met denitrificatie wordt een klein deel van het aanwezige nitraat wordt niet helemaal goed omgezet in stikstofgas. En daar kan dan ook lachgas dan bij worden genoemd, N2O. Het gaat maar om een heel klein percentage. Maar dit lachgas, dat is een enorm sterk broeigaseffect. Bijna 400 maal sterker, zeg maar, 400 maal sterker dan dat van CO2. Dat betekent één equivalent van N2O, van lachgas, dat komt overeen met bijna 400 equivalent van CO2. Dus dat is enorm sterk broeikasgas. En op die manier, dat is ook een bijeffect. Daarnaast kan die denitrificatie, die kan ook tot afbraak van veenbodems leiden. Want enerzijds, zeg maar, wordt het aanwezige nitraat, dat wordt omgezet richting stikstofgas. Maar ondertussen vindt er ook afbraak plaats van veenbodems, van het organisch materiaal wat in die veenbodems aanwezig is. Dat wordt dan afgebroken tot CO2 en HC3-. Dus veenbodems worden ook afgebroken. En door die afbraak, waar ik noemde dat bij die afbraak van het organisch koolstof, veen, vanuit die bodems, wordt ook de koolstofbeschikbaarheid die neemt toe. Nou, dat zijn twee indirecte effecten die op de volgende slide eigenlijk aan de orde komen. Nou, wat ik heb zei, wat is dat je dus inderdaad die afbraak van die veenbodems hebt. Er wordt nitraat, wordt er inderdaad bijvoorbeeld dan uitgereden in laagveengebieden. Dan is de eerste bovenste laag van de bodem, zeg maar, van het weiland, dat is dan nog rijk aan zuurstof. Daar gaat het nitraat dan nog doorheen en er vindt nog geen denitrificatie plaats. Op een wat diepere laag dan, zeg maar, als het dieper in de ondergrond zit, daar komt dan wel onder zuurstofloze condities. En daar vindt dus die denitrificatie plaats. Er wordt een stikstofgas bij gevormd. En daar wordt het veen wordt dus afgebroken. En wat je dan krijgt, is eigenlijk een hele papperige laag. En dat kun je eigenlijk zien in die foto's rechts. Van oorsprong heb je eigenlijk bij die bovenste foto een hele vaste veenlaag eigenlijk op die diepte in de bodem, in de weilanden.
En dat is stevig en vast. Waardoor die afbraak van die veenbodem door die denitificatie, krijg je eigenlijk een hele papperige laag. En wat je in feite krijgt, je kan zien dat die bovenste laag van de weiland, dat ligt dan eigenlijk als een soort harde pannenkoek op een soort hele blubberlaag. Ja, en die blubberlaag die kan dan zeg maar zo weer uitstromen richting de sloot. Dus wat je op die manier krijgt, is dat je eigenlijk een sterke toevoer van bagger krijgt vanuit de weilanden, vanuit die onderste laag, vanuit die weilanden, richting de sloten. En uiteraard, ja, dit heeft natuurlijk allerlei, er zit natuurlijk, behalve dat je afbraak van de koolstof binnen dat veen krijgt, komen natuurlijk ook allerlei nutriënten komen erbij vrij, wat eigenlijk in eutrofiering resulteert. Ja, dat bagger, dat breekt ook nog weer verder af, zeg maar, in die sloot. Dus daar krijg je ook weer zuurstofloze condities van. Je krijgt een hele weke, slibbige bodemlaag. Nou, dat geeft ook een slechte structuur, eigenlijk voor macrofauna en vis. Dus dat is eigenlijk ook een van de indirecte effecten eigenlijk van nitraatbelasting van de weilanden. Is dat je dus in de aangrenzende sloten dit proces dan krijgt, een toevoer van bagger. En dat heeft ook een duidelijk negatief effect op de ecologische kwaliteit van die sloten. Gerben, ik heb even een klein vraagje tussendoor. Hoeveel slides heb jij nog staan? Ik denk een stuk of zes of zo. Ah, oké. Ja, want we zijn halverwege, dus maak gerust je verhaal af. Oké, prima. Ja. Nou, zoals ik al zei, bij die afbraak eigenlijk van de veen of bij de denitificatie, daar komt ook anorganisch koolstof komt er bij vrij. Nou, als je vrij voedselrijke harde water hebt, daar is de beschikbaarheid van koolstof al groot. Dan hoeft dat niet zo'n punt te zijn. Maar je hebt met name eigenlijk in Zuid- en Oost-Nederland heb je ook nog veel zachtere wateren. En van oorsprong is in die wateren koolstof eigenlijk sterk het limiterende element voor de waterplantengroei. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een soort drijvende waterweegbree. Dat is een Natura 2000 habitatrichtlijnsoort. En die is kenmerkend eigenlijk voor zwakzure beken, onder meer met een lage beschikbaarheid van koolstof. Nou, een maatstaf eigenlijk voor de beschikbaarheid van, van koolstof, dat is de alkaliniteit. En dan kijk je nu in wat voor wateren groeit die drijvende waterweegbree, dan groeit het eigenlijk bij een alkaliniteit van ongeveer van 180 tot ongeveer 1300 micromol koolstof per liter. Dus ja, in feite is dat eigenlijk een zacht watersoort, die dus eigenlijk alleen maar kan groeien bij deze lage gehaltes van organisch koolstof in de waterfase. Als nou die concentratie van anorganisch koolstof nou sterk toeneemt, dan wordt deze soort dan overwoekerd door allerlei andere waterplantsoorten die veel beter kunnen groeien bij hogere concentraties van het anorganisch koolstof. Nou, eerst op Bierwehr is er rond 2010 is ook een groot onderzoek uitgevoerd naar de afname van drijvende waterweegbree in beken in Noord-Brabant. Nou, dit is de verspreiding van drijvende waterweegbree voor 1990. En zie je eigenlijk dat in veel beken gewoon een veel voorkomende soort was in de jaren voor 1990. Nou, met name eigenlijk natuurlijk nog de periode voor de uitvoer van die grote ruilverkavelingen. En al kijk je dan na 1990, dan is dat echt maar op een klein aantal plaatsen komt hij nog voor. Dus een hele sterke afname van deze soort in Noord-Brabant. En nou, deze beken, dat zijn eigenlijk van nature zijn het veenbeken. Je had deze beken die stroomden door het landschap. Daar had je ook, ze stroomden ook door een soort veenlandschap heen. Tegenwoordig is dat veen eigenlijk ook nog veel sterker afgebroken. Is er tegenwoordig misschien nog nauwelijks meer veen aanwezig daar. In het westen van Nederland, wat ik in de voorgaande slide liet zien, heb je natuurlijk wel een hele sterke inklinking van de bodem gehad, maar zijn er nog veenbodems? Daar op veel plaatsen is die veen eigenlijk helemaal weg, terwijl die er van oorsprong wel voorkwamen. En ja, er speelt eigenlijk ook hetzelfde proces, dat ook dus die concentraties van bicarbonaat eigenlijk duidelijk zijn toegenomen. En er is dus gekeken van, bij welke concentraties, waar ze vroeger voorkwamen en waar ze nu nog steeds voorkwamen. En op de locaties waar ze nog stand konden houden, er waren ook oude data van 40 jaar terug vanuit de eerste fase van waterplanten, waterkwaliteit. Rond 1980, dat onderzoek heeft Jan Roelofs toen uitgevoerd.
Nou, rond die tijd, zeg maar, zijn dus heel veel punten zijn bemonsterd waar deze soort voorkomt. En naderhand eigenlijk, rond 2010, zijn die locaties weer herbemonsterd. Nou, dan kan je natuurlijk die vroege locaties kan je in twee delen dan splitsen. Eigenlijk een deel waar ze nog wel staan en een deel waar ze niet meer staan. En waar je ziet waar ze nog wel staan, is dat de concentraties eigenlijk nog steeds binnen die range voorkomt van waar ze over het algemeen voorkomen, deze soort. En waar ze zijn verdwenen, daar zitten ze, nou, net noemde ik als maximale concentratie ongeveer 1300 micromol koolstof per liter van alkaliniteit. Dan zie je hier dat die waarde van 1300, dus daar hier is de gemiddelde waarde op plaatsen waar ze waren verdwenen, was 3400. Dus eigenlijk is ook in die wateren, is zeg maar de toegenomen alkaliniteit, is een belangrijke reden waarom die soort daar afwezig is. En nou, kijk je naar het vroegere verspreidingsgebied, dan geldt dit voor veel beken binnen Brabant. Dus dat is niet her en der een klein watertje, maar is echt een proces wat op grote schaal heeft plaatsgevonden. Nou, dan ga ik nu verder door naar ecologische drempelwaarden van stikstof. Nou, daar hebben we een zoektocht naar gedaan. Dat is natuurlijk deels ook vanuit de literatuur. Nou, wat een beetje moeilijk is daarbij, is dat er vrij weinig data zijn, zeg maar, van de situatie voordat je nog eigenlijk invloed had van de landbouw. Veel meetracen die er nu zijn, dat is eigenlijk al vanaf de laatste 10, 20 of 30 jaar, maar eigenlijk al vanaf de jaren 60, 70 heb je al hoge concentraties van stikstof in de Nederlandse oppervlaktewateren. En nou, wat we eigenlijk ons eerst op uitkwamen was de data van Vollenweider. Dat is voor stilstaande wateren. En wat je daar ziet is eigenlijk een onderverdeling binnen voedselarme, matig voedselrijke en zeer voedselrijke wateren. En dan zie je deze drempelwaarde bij voor totaal stikstof voor stilstaande wateren. En dat loopt dan voor die voedselarme wateren minder dan 0,4 milligram per liter. Matig voedselrijk, mesotroof tussen 0,4 en 0,6. Echte uitroven, natuurlijk uitroven wateren, dat zit dan tussen 0,6 en 1,5 milligram totaal stikstof per liter. En zeer voedselrijk, dat is dan boven die 1,5. Nou, vervolgens hebben we dat gezet eigenlijk naar allerlei verschillende watertypen. En dat hebben we ook voor de verschillende KW-watertypen hebben we dat uitgewerkt, voor zover dat mogelijk was. Van, nou ja, wat voor drempelwaarden kunnen we nu afleiden? Het zij op literatuur, het zij op basis van nog ongepubliceerde data. En dan komen we eigenlijk in twee categorieën. Je hebt enerzijds de regenwatergevoerde wateren. Dat zijn van nature vaak de zure vennen bijvoorbeeld. Maar ook de zwak gebufferde vennen en beken, waar ik het bijvoorbeeld net over had. Ja, die kunnen eigenlijk maar bij hele lage concentraties van totaal stikstof van 0,6, ongeveer minder dan 0,6 voor zure vennen. Of 0,8, 0,9 voor die vennen en beken, die zwak gebufferde vennen en beken. Nou, dat is dus eigenlijk die water, die hebben ook al een lage alkaliniteit. Dus een hele lage beschikbaarheid van koolstof. Dat is één zaak. En bovendien zijn deze wateren ook van nature eigenlijk al oligotroof. Dus ook is dat eutrofierende effect van stikstof, dat kan daar al gelijk veel invloed hebben. En daarnaast heb je dan nog een aantal meer grondwatergevoerde, iets voedselrijkere wateren. Nou, laagvinwateren, dat zit dan eigenlijk vooral in de range nog van 0,4 tot 1,2. Nou, dat matcht aardig eigenlijk met de range van mesotrofe tot voedselrijke wateren die Vollenweider eigenlijk erboven hebt. Dit is ook dus van 0,4 tot 1,5. Bijvoorbeeld als je het over de type van kransiewater hebt, zoals in de Randmeren voorkomt, dan heb je ook nog een grens van 1,5. En rivierbegeleidende water of echt kalkrijke wateren, die zitten dan weer ietsjes hoger. Overigens zijn dit drempelwaarden, zeg maar, voor die situatie waarbij fosfaten binnen de natuurlijke range zit voor die wateren. En nou, dan heb je als laatste nog de gebufferde beken. Nou, dat bleek echt moeilijk te zijn om daar echt goede data voor te achterhalen. Nou, dat zit binnen de range dan van 1,0 tot 2,5, maar het verschilt best wel. Wat we in ieder geval wel weten is, er is maar heel weinig onderzoek vroeger uitgevoerd, maar in de jaren 50 is er wel onderzoek uitgevoerd naar de nitraatconcentraties in beken. En dan zie je dat in veel beken, zeker in de bovenlopen, dat er gewoon geen nitraat werd gemeten in die beken. Dus echt hele lage concentraties. Dus nou, met name die gebufferde beken, en dat hebben we ook nog wel als achterliggend hierachter voor de verschillende KRW-typen. Dat is nog wel met een duidelijke slag om de arm, omdat we daar niet goed inzicht in hebben.
Maar goed, we hebben dus eigenlijk dit nog verder uitgesplitst naar de KW-watertype als soort drempelwaarde voor ecologische effecten. Nou, dat komt in een van de volgende slides. Wat ik eerst nou even hier wil laten zien, dat zijn nu de GEP-waarden. Want we hebben hier eigenlijk in deze slide staan grofweg op hoofdlijn staan daar de drempelwaarden uit. Wanneer krijg je nou ecologische effecten? En in deze slide is dan weergegeven wat de gemiddelde drempelwaarden zijn die de waterbeheerders zelf hebben afgeleid. Dus voor het goed ecologisch potentieel van hun waterlichamen, voor de verschillende wateren. En wat je eigenlijk ziet is dat er bij de stilstaande water toch wel een duidelijke differentiatie is in deze GEP-normen. En wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld, er zitten een aantal onnatuurlijke watertypes zoals bijvoorbeeld kanalen zitten er ook in. Maar bijvoorbeeld voor de laagveenachtige wateren, dan komen de normen wel redelijk in de buurt zeg maar, van de drempelwaarden die ik in de voorgaande slide liet zien. Maar wat je wel ziet is dat het wel aan de bovenkant van de uitrove systemen zit. Met andere woorden, voor de natuurlijk uitrove systemen, daar doe ik dan op. Waarmee ik wil zeggen dat eigenlijk de huidige GEP-normen er vooral eigenlijk erop nu gericht lijken om hypertrofie zeg maar, te voorkomen. Wat niet gelijk wil zeggen dat je dan ook voor alle andere soorten, ja, dat het dan gelijk goed is voor alle soorten die er van nature horen voor te komen. Daar zou misschien soms in een aantal gevallen, zeker bijvoorbeeld bij laagveenwateren, zou je dan ook water willen hebben met 0,5 milligram stikstof per liter, terwijl nu eigenlijk als drempelwaarde ongeveer 1,5 of 1,4 wordt aangehouden. Nou, dat beeld, dat verschil. Ja? Ja, Gerben, je mag nou een klein beetje de eindspurt gaan inzetten. Ga ik doen. Ja? Dan heb ik ook nog wat tijd over voor de interactie met de vragenstellers. Helemaal prima. Nou, dit is even hetzelfde beeld zeg maar, voor de stromende wateren. Nou, wat je eigenlijk daar ziet, is weinig verschil eigenlijk tussen alle verschillende watertypes. Er zit ook veel minder afgestemd met de drempelwaarden. Wij verwachten dat vooral die bovenlopen van die beken, dat die van nature veel voedselarmer zijn. En dat je dus ook veel lagere drempelwaarden daar hebt. Maar je ziet het eigenlijk niet terugkomen binnen de GEP-waarden. Dus in dat opzicht is er echt een duidelijk verschil tussen de GEP-waarden, zeg maar, zoals die nu zijn afgeleid voor de stilstaande wateren en voor de stromende wateren. Nou, en wij hebben dus nu zeg maar die drempelwaarden, die hebben we al, en dat hebben we eigenlijk afgezet tegenover het landelijk beeld van wat voor concentraties meet je nu eigenlijk in die oppervlaktewateren. Nou, en dan is hier eigenlijk het beeld gegeven boven voor de stromende wateren en onder voor de stilstaande wateren. En dan zie je toch dat zeker voor die stromende wateren eigenlijk in heel veel gevallen overschrijdingen worden gegeven voor die normen. En hetzelfde geldt eigenlijk, en je ziet hier de mate van hoeveelheid dat die normen worden overschreden. Rood betekent dat dan die drempelwaarde meer dan een factor 3 wordt overschreden. Dus toch een duidelijke overschrijding, veel overschrijding van in veel waterlichamen van de ecologische drempelwaarde voor stikstof. En dit is dan even het beeld wat je dan, dat is dezelfde data, maar dan landelijk. En ook daar zie je dus eigenlijk dat zowel in hoog als in laag Nederland, dat de kleuren rood en geel, die overheersen sterk. En ja, je ziet eigenlijk heel weinig groene punten. Dus ook als je kijkt naar die ecologische drempelwaarden, dan zie je ook dat veel waarden nu die drempelwaarden worden overschreden. Dus dit de laatste slide. Samenvattend, als eerste eigenlijk wat we zien is dat er dus veel verschillende bronnen zijn van stikstof voor de Nederlandse oppervlaktewateren en dat landbouw ongeveer voor 2/3 verantwoordelijk is voor die stikstofbelasting. Al ga je op kleine schaal nu kijken op regio en zeker op waterlichaamniveau, dan kan dat aandeel van die verschillende bronnen kan heel sterk variëren. En dat is ook zeker van belang voor de keuze van de maatregelen. Nou, stikstof kan dus ook een duidelijk knelpunt vormen bij de realisering van de ecologische doelen. Nou, die drempelwaarden die verschillen ook sterk per watertype. Wat je eigenlijk ook ziet is dat in veel, over heel Nederland gezien, er dus ook een sterke overschrijding is van alle drempelwaarden. Nou, die overschrijding van de drempelwaarden, dat is dus ook afhankelijk van het watertype. Met name eigenlijk dat zure en zwak gebufferde wateren en van nature wel oligotrofere wateren, die zijn veel gevoeliger dan die koolstofrijke meer uitrove wateren.
En als laatste eigenlijk dat de ecologische effecten niet alleen via eutrofiëring lopen, maar ook via de vorm van stikstof en de toxiciteit van ammoniak. En dat daarnaast eigenlijk je ook nog allerlei indirecte effecten hebt, zoals de venenwijk, de vorming van bicarbonaat, die ook nog een duidelijke rol spelen qua ecologisch effect. Dat dan eigenlijk vooral wordt in het geval dat de bicarbonaatconcentratie dan een knelpunt kan vormen, dat die veel te hoog wordt. Dit is het einde van mijn presentatie. Oké, hartelijk dank Gerben voor deze interessante uiteenzetting. Ik stel voor dat we meteen doorschakelen naar Bart voor de vragen die binnengekomen zijn.